Vorige keer heb je kunnen zien hoe we hier achter mij in de schuur zijn bezig geweest met het leggen van de afvoeren. En toen had ik al gezegd dat we zaten te wachten op de levering van het grind. Tja, en wat doe je als je zit te wachten op een levering van grind en je dus in de schuur niet verder kunt? Ja, dan ga je gewoon naar de stal. Ja, de reeds verbouwde stal. Daar moet nog een keuken komen. En daar ga ik deze week mee aan de slag. Verder in deze aflevering zijn we lang, lang geleden naar een steengroeve geweest om het werkblad op te halen en een gootsteen. Die moet ik alleen nog even opgraven in de hangar. Ga ik behoorlijk aan de slag met gipsbetonblok. En uiteindelijk het spektakel van het versjouwen van de Pierre de Bourgogne rand. Die zijn zwaar. Geen lekker weer. Echt zo gek, een paar dagen hartstikke mooi weer. En nou echt zo'n druilregen. Goed, ook dat is de Bourgogne. Maar ik ben droog, want ik sta in de hangar. En er zat een project te wachten. Een project in de stal. Ja, ik noem het steeds de stal, maar zeg maar ons huidige huis. En in dat deel mist nog een belangrijk onderdeel. En daar gaat dit project over. Die gaan we nou bouwen. Dus. Misschien trouwens wel een grappig verhaal. Heel lang geleden, ooit een keer, in Frankrijk, waren er twee Nederlanders en die waren naar een steengroeve gegaan. Een steengroeve. Om hun aardigblad te gaan ophalen. Nou, dat is lang geleden hoor. Want die Nederlanders, dat waren wij, Marloes en ik. En hebben hier in de buurt bij een groeve waar ze Pierre de Bourgogne hebben. Daar hebben we dus aardigblad besteld en een ouderwetse wasbak. Uitgehouwen in het steen. Want zo'n soort keuken wilden wij. Marloes dus. Die hebben we toen gehaald om daarmee dus een keuken te gaan maken in de stal. Maar ja, toen kwam het project van een tiny house tussendoor en nou ja, je weet hoe het gegaan is, seizoen 2. Hij heeft altijd stilgelegen en als het goed is heeft het aardigblad ook stilgelegen. Hier in de hangar heeft hij denk ik, nou, ik weet hoe lang geleden het is, maar 1,5 jaar, 2 jaar. Die ga ik nu eens even opduikelen om eens te kijken hoe die eraan toe zijn. Nog even definitief wat maten opnemen. Ik laat ze nog wel even hier liggen. Want die dingen zijn loeizwaar. Dus die ga ik pas verhuizen als het echt nodig is. Nou, die hebben we dus opgehaald uit die steengroeven. Hier neergelegd. Nou, gaan we eens kijken hoe die er aan toe zijn. Ergens daar in het hoekje, daar moet ze liggen. In ieder geval goed ingepakt. Ja, hier liggen ze dus. 5 centimeter dik. Dat zijn de werkbladen. En hier, het is een beetje donker. Daar ligt de wasbak. Die is echt niet te tillen. Nou, ik denk dat ik toch even 1 stuk binnen ga leggen. Gewoon even als referentie. Maar trouwens, iets anders wat ook eeuwen geleden lijkt. Kijk, en hier ligt dus de voorraad met gipsbetonblokken. En die gipsbetonblokken, die heb ik ook denk ik 1 jaar of 2 terug gehaald. Nou, die blokken heb ik eigenlijk nooit gebruikt. Die hebben hier al die tijd gelegen. Liggen wachten. Op dit moment dat ik dus zou gaan beginnen met de keuken. Maar ze zien er goed uit. Ik ga dus een keuken maken van Pierre de Bourgogne werkblad. Gipsbetonnen blokken. En er komt een kajaf gasfornuis in te staan. Gewoon maar eens even met eentje beginnen.
Een beetje passen meten, een beetje gevoel krijgen. Ja. Kijk, hier moet de keuken dus komen. Alle aansluitingen zitten er al. Kraan, water, ook de aansluiting voor de vaatwasser. Stroompunt heb ik voorbereid. Hier komen dus een aantal elementen van gipsbeton. Met eerst een vaatwasser, dan de grote spoelbak. Dan een kastje, het gasfornuis, nog een kastje en een koelkast. En dat alles omkleed met gipsbeton. Zodat je in de voorkant zo'n mooie, ja, hoekige, dikke witte rand eigenlijk ziet. Het moet een beetje karakteristiek, traditioneel Frans keukentje worden. Niet te briek en brak, zoals ze dat hier in het Frans zeggen. Briek en brak, dat je zo'n keuken hebt met allemaal losse elementen. Een losse koelkast, een losse vaatwasser, een los gasfornuis. Een inbouw vaatwasser, maar wel met een los gasfornuis. En dus het karakteristieke Franse werkblad. Straks een mooie kraan erboven. Nou, dan ga alleen nog even in elkaar zetten. Hier heb ik even een stuk van het werkblad apart gelegd. Die zijn dus allemaal op maat gemaakt. En daarvoor heb ik toen deze tekening gemaakt. Dus hiermee kan ik even goed terughalen wat ik toen ook weer bedacht had. Want ja, het is alweer een tijdje geleden natuurlijk. Wil iemand naar binnen? Ja, kijk maar eens. Een grote zorg, schatje. Kerst om elkaar dan precies op die steen te neer. De reden dat ik het afplak is natuurlijk omdat de vloer hier onbeschadigd moet blijven. En ook geen lijm straks van de gipsbetonblok en alles mag op het beton komen. Want deze vloer is gewoon zoals hij gaat blijven. Dit is de uiteindelijke vloer. Hier aan deze kant is het einde van de keuken. Hier begint straks het blok. Dan wil ik een hele mooie overgang straks van blok naar beton. Niet met van die witte waaiers en zo. Allemaal goor en weet ik het allemaal. Dus vandaar dat ik even afplak. En even zorgen dat het mooi haaks is. Ja, schat? Ik zal zorgen dat het mooi haaks is. Weet je? Ja, lekker.
Nou, het weer is behoorlijk opgeknapt. Ik ben daar nog een beetje in de schaduw. Voor de keuken ben ik nou zover dat ik de blok heb geplaatst. En tot dusver was het blokken zonder zaagwerk. Nu gaan we naar next level. En gaan we blokken zagen. Ga ik ook horizontale delen maken. Er komen planken in van gipsbeton op de vloer. De vloer wordt verhoogd met gipsbeton. En ik wil het een en ander gaan verstevigen met hout. Voor als een zware spoelbak, gootsteen. Ja, ik denk dat dat een beter woord is. Gootsteen. Erop komt te liggen. Maar dat zien jullie straks wel. Eerst nog eens even een plankje maken. Zo raak ik toch nog redelijk door mijn voorraad blokken heen. Meegenomen. Of heeft papa nog sambal nodig? Oh, mag altijd. Mag altijd. Sambal badjak. Badjak, brandal. Badjak en brandal. Ik zal het er even appen, ja? Dankjewel. Nou, de blokken zijn allemaal gezaagd. Ze staan nog los. Ze moeten nog gelijmd worden. Maar dit geeft al wel een idee over hoe dit deel van de keuken eruit komt te zien. Waar ik nu sta komt het gasfornuis en achter mij komt nog een stuk werkbad en een koelkast met ombouw. Dus er moet echt nog wat meer gebouwd worden. Maar dit is in ieder geval voor dit deel. En vooral ook vanwege de spoelbak. Oh, sorry, gootsteen. Dat dit een belangrijk stuk is. Dan moeten er alleen nog een paar blokken gezaagd worden, namelijk, want hier op de grond komt namelijk ook nog een blok te liggen, zodat je hier aan de voorkant zo'n mooie witte rand hebt gekregen. En dat zorgt er ook voor dat je de spulletjes die je hier inzet, ja, dat hier dus niet het stof en het zand wat hier op de grond valt als je hier gewoon leeft en woont, dat zo in je keukenkastje komt, want voor de rest blijft dit gewoon open. Dus dit deel gaat nog 7 centimeter omhoog. Hier. Ook bij deze niet, want hier komt een vaatwasser in te staan en die moet gewoon op de grond staan. Nou, de bovenste zitten nog los. Ik heb ze nog niet op hoogte gesteld, in ieder geval niet precies. Ik ga ze gewoon eerst lijmen, dan pak ik de laser erbij, stel ik de laser uit en dan ga ik gewoon schaven. Zodat ik ze mooi allemaal in één vlak heb, dat rode laserlijntje er zo mooi overheen scheert. En dan kunnen de bladen erop. Maar ik denk wel dat ik hier nog iets van een versteviging ga maken voor de gootsteen. De gootsteen is dus 10 centimeter dik en de andere bladen 5. Dus hier komt nog iets van een gek iets wat moet gaan verspringen. En nou ja, daar moet ik straks maar gaan uitvogelen. Nou, nog even een paar blokken zagen voor hier. Dan kan ik weer lijm aan gaan maken.
Nou, nu zijn echt alle blokken op maat gezaagd. Het bodempje ligt erin. De staanders, die staan. De liggers, die liggen. Nou, dan wordt het tijd om lijm aan te maken. En flink wat, ben ik bang. Want hier op de grond en zo, in die liggers, ik denk dat er wel wat in gaat. We hebben hier trouwens in het hoekje rekening mee moeten houden dat er straks nog waterleidingen en afvoerleidingen en alles van de vaatwasser naar dit vak moeten. Dus vandaar dat daar nog een behoorlijke opening zit. En uiteindelijk, als dit niet helemaal lekker aansluit, is het natuurlijk niet erg, want hier gaat natuurlijk gewoon nog een stuk laag overheen. Dus, lijmen. Aan de slag. Even aangezet, want ik had expres de blokken aan de hoge kant gelaten, omdat natuurlijk met de lijmlaag en alles krijg ik natuurlijk niet helemaal voor elkaar om de blokken precies mooi waterpas op de juiste hoogte geplaatst te krijgen. En het is natuurlijk wel belangrijk dat als ik straks de stenen bladeren op ga plaatsen, dat het mooi waterpas allemaal staat. Nou, de boel is uitgetekend. Kan ik nou stof gaan maken? We zijn er klaar voor! Time has been so hard on us, my friend. Sun goes down, but we get back again. Trouble is a silly thing. It always ends up breaking. But everything still works out in the end. No matter what they call it. De bovenkant is nou mooi afgevlakt. Dan zou je zeggen, nou, gooi het aardigblad erop en door. Waren het niet in deze sectie er een verdikt stuk aardigblad komt. Hier tot hier 5 centimeter dik. Hier tot daar 5 centimeter dik. En straks aan de andere kant van het fornuis ook 5 centimeter dik. Maar hier komt de gootsteen. En die gootsteen is uitgehouwen uit een steen van 10 centimeter. Anders hebben we wel een hele ondiepe gootsteen. De bovenkant moet natuurlijk gelijk zijn. Oftewel, hier gaat nog een hap uit. En deze kant ook, van 5 centimeter. Zodat de bovenkanten van het werkblad straks mooi gelijk komen te liggen. Precisiewerkje nummer 2. Ik heb nu in ieder geval een mooie referentie gekregen. Waartegen ik kan gaan werken.
lang zitten twijfelen of ik die blokken, die gipsbetonblokken, nog verder zou moeten gaan verstevigen vanwege het zware werkblad. In ieder geval bij de gootsteen. Uiteindelijk ligt die gootsteen van, ik weet niet hoeveel kilo, maar behoorlijk wat. Uiteindelijk lag die alleen maar op twee randjes van 3,5 centimeter. Een half gipsbetonblok. En ik had zoiets van, ja, het zal het wel houden. Maar aan de andere kant, om twee palen aan de zijkant neer te zetten, vond ik ook lelijk. Want als je dan vanaf de voorkant inkijkt, ja, dan ziet dat er niet uit natuurlijk. Het hele idee is juist dat als je vanaf de voorkant kijkt, dat je die gipsbetonpaaltjes ziet staan. Ja, dat dat een mooie lijn geeft en dat die van de gootsteen, dat die net zo breed zijn als de rest. Ja, dat je ook niet als je naar binnen kijkt, dat je twee houten palen ziet staan. Dus daar heb ik iets op verzonnen. Ik heb een horizontale ligger heb ik erin gemaakt. Een balkje waar ik nog had liggen van 4x6. En dan zul je misschien zeggen van, waarom heb je die niet rechtop gemonteerd? Want dan is die stijver. Ik heb hem expres liggend gemonteerd. Omdat ik hem niet gebruik vanwege de doorbuigstijfheid in het midden. Want die bak zelf die is zo stijf als mijn zijkant. Stijver krijg je het niet. Ik doe het puur voor aan de zijkanten. Dat ik zo'n groot mogelijk oppervlak heb. Met extra steun over de volledige breedte van het blok. Dan heb ik aan de voorkant heb ik die mooie liggen. En aan de achterkant zet ik er nog wel twee pootjes bij. Want er moet toch iets van een achterwand in komen waar dan de leidingen achter verstopt zitten. Dus heb ik aan de achterkant ook nog twee verstevigingen. Nou, dan staat die bak, die staat dan op de poot aan de achterkant. En aan de voorkant die balk. Nou, dan weet ik het zeker. Dat gaat het wel houden. Misschien wel grappig. Deze balkjes, die komen dus vers uit de slaapkamer die we hiernaast hebben gesloopt. Ik heb daar toch wel behoorlijk wat hout van bewaard. En zo zie je maar. Het komt altijd van pas. Tijd voor operatie gootsteen. En daarvoor heb ik onder andere betonblokken nodig. In ieder geval, dat had ik zo bedacht. Ga ik iets bouwen dan met die blokken? Een tijdelijk torentje. Want ik voel een soort herhaling aankomen van het plaatsen van de schouw. Misschien heb je die aflevering ooit gezien. Of afleveringen, want er waren meerdere. Waarbij we de schouw hebben geplaatst in de stal. Die was behoorlijk zwaar. En deze gootsteen is ook behoorlijk zwaar. Niet zo zwaar als de schouw gelukkig. Maar wel van dusdanig gewicht dat we even wat voorbereiding moeten treffen. Ik heb allemaal houten blokken klaar liggen. Ik ga een torentje bouwen van betonblokken. Gewoon tijdelijk, hè? Droog op elkaar gestapeld. En dan gaan we eens even wat good old hefboomwerking gebruiken. Om de gootsteen netjes een zachte landing te laten maken op de muurtjes. Is de bedoeling.
huiskeuteltjes in. De keuken die staat, of nou ja, ik heb een begin gemaakt met de bouw van onze keuken. En volgende week ga ik daar gewoon mee verder. In de stal. Maar tegelijkertijd ga ik dan ook aan de slag in de schuur. Want het grind wordt geleverd, wordt geëgaliseerd. Ja, en dan kunnen de elektraleidingen erin. Maar dat is voor volgende week. Ik ga hier nog even van mijn nieuwe keuken genieten. En dan zeg ik,
Tot de volgende keer. Oh, en vond je dit een toffe aflevering? Doe dan even een duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren en wil je de aflevering van volgende week niet missen? Even dat belletje aanzetten. Was ik nog vergeten. En nu voor het echie. Tot de volgende keer.